James-Gunn-film een beetje. En Gerrit, dat jij het allemaal nog past, joh. Ja, moet je kijken hoe goed het zit allemaal. En in ook nog het En ik ben wat voor nee zeg, ik ben de enige nog niet past. Daar heb ik niks voor je. Nee, hoor. Vindt u het nog leuk, meneer Hiddema? Theo? Ja, in de bejaardenhuizen wordt daar jubelend over gesproken. Ja, en daar heb ik ook voor het laatst gezien, dus dat was hartstikke leuk, of niet dan? We hebben genoeg. Hallo, hier is Geer weer en leuk dat jullie kijken jongens naar mijn nieuwe vlog. Nou ja, je weet het, er komt de kerstsingel aan. Daar hebben we heel veel dingen voor gedaan. De opnames van de videoclip. En ja, voor de rest gewoon opgetreden. En het gewone leventje. Even lekker eten bij je moeder thuis. En wat andere leuke dingen. Nou, ga lekker kijken. De vorige vlog heeft het weer heel goed gedaan. Bedankt voor alle super gave reacties. Dat vind ik toch altijd heel leuk. Ik lees het altijd. En daar ben ik heel blij mee. Ja, mocht je het leuk vinden, doe lekker je duim omhoog. En mocht je het helemaal niks aanvinden, dan doe je hem lekker naar beneden. Je mag doen wat je wil. En je kan ook gewoon abonnee worden. Het kost je niets. En ik zou het hartstikke leuk vinden. Nou, we zijn op de locatie. Metaalkathedraal. Metaalkathedraal. We zijn bij de metaalkathedraal. Is dat niet enig? Hallo. Hallo. Nou, heel bijzonder. Hallo. Goedemorgen. Kijk eens eventjes. Metaalkathedraal. Hallo. Goedemorgen. Welkom aangenaam. Bij de metaalkathedraal. Dank u wel, dank u wel. Wat een bijzondere locatie zeg. Prachtig. Ja. Leuk. Zeker. Wauw. Oh, heel goed. Heel goed. Hé, hey, Britje. Kijk eens hier. Woe! Hallo, goedemorgen. Hoi, ik ben een speciale spiegel. Nou, wat willen we nou nog meer? Ja, zelf helemaal kan zien, ja. Nou, we hebben zoveel kleding bij, dat we moeten het even hebben. Dus bij deze, super bedankt. Ik zal er voorkomen niet meer. Nou ja, dat is genoeg spullen hier om te kijken of het nog lukt. Ja, dat is waar. Kijk, het was mijn werk wordt ook steeds leuker. Camera loopt. Maxi, muziek standby? Iemand? Jongen, wat een slechte productie dit. Over de 100. Ja, dat staat vast. Christmas. Oh. Is kantfilm een beetje. En Gerrit, dat jij het allemaal nog past, joh. Ja, moet je kijken hoe goed het zit allemaal. En ik ben wat voor nee zeg, ik ben de enige nog niet past, daar heb ik niks voor je. Nee hoor. Ja, is het prima. Kunnen we samen een stuk terug? Ja. Oké, komt ie aan. 3, 2, 1, muziek. Nou, hè? Jullie bedankt, liefjes. Dank. Het kost een jaar van je leven, maar goed, het staat toch op een leuke clip. Ja, het had leuker geweest bij Michael Jackson, maar ja, het is toch leuk dit. Hey jongens, wat zit erop? Vandaag in de Staalkathedraal in Utrecht. We zijn bij de Metaalkathedraal. Het was een lange dag. Ja,
leuk. Maar het was erg leuk. Het is heel mooi geworden, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd hoe het clipje eruit gaat zien. Christmas on the dance floor. Nou, dat hebben we gedaan. De dansers zijn nog bezig en het is een prachtige ambiance hier. Maar ja, ik ben er ook wel weer klaar mee. Ja, we gaan zo even met de toppers naar het Topperscafé. En de reden daarvan is dat deze mensen die hebben een prijs gewonnen. En die krijgen ze zo uitgereikt. En dan de prijs was een avondje in het Topperscafé. Dus ik ga straks wat zingen met René, met Jeroen. En ik zei de gek, helaas is Jan ziek. Dat kan gebeuren, dus Jantje Wetenschap. En we gaan een leuke avond maken. Daarna gaan we door naar Jeroen Pauw. En dan zitten we wel gezellig aan tafel. Dus dat wordt heel leuk. Abonnees gaan hartstikke goed, dat komt waarschijnlijk ook door jouw programma. Ja? En er zit ook heel veel... Hallo abonnees. Hoeveel abonnees heb je? Nou, ik heb iets van 40.000 of zo. Oké. En maar ik zit nog in stijgende lijn, hè, want ik ben net begonnen, 2 jaar geleden. Bedien je ze elke dag? Elke dag een filmpje? Nee, ja, wel elke dag neem ik van alles op, maar dat wordt 1 keer in de week uitgezonden. Maar dan heb ik natuurlijk ook nog Instagram, Instagram Story, Twitter. Ja. En natuurlijk Facebook met een nou, kleine, soms 3 tot 3,5 miljoen bezoekers per week. Zo, en heb hebt ook postzegels thuis. Ja. En ik spaar ook luciferdoosjes, maar dat geheel terzijde. Vindt u het nog leuk, meneer Heerdema? Theo? Ja, in de bejaardenhuizen wordt daar jubelend over gesproken. Ja. En daar heb ik ook voor het laatst gezien, dus dat was hartstikke leuk, of niet dan? We hebben genoten, hoor. Oh, dat wordt een leuke uitzondering. Pardon? Maar is het voor jou belangrijk, heb jij het ook gevonden, Panna? Nou, ik ga niet helemaal met zo'n camera lopen, maar ik vind het wel heel erg... Ik kijk wel Geert zijn filmpjes af en toe, als ik wil met jullie lachen. Richting Jeroen. Maar ik, nee, ik doe niet zo heel veel aan Jeroen. Ik doe wel gewoon Instagram en een paar posten en dingen, maar ik ga... Het is niet dat ik helemaal met zo'n camera loop. Nou, ik hoop niet, ik doe het alleen maar ik leuke dingen heb. Je loopt altijd mee. Nee, ik maak nog goede platen. Ja? Ik heb alleen de laatste 10 jaar niks meer gehoord, maar dat geheel terzijde. Oh, dat is gemeen, hè? Wat ik nu zei, hè? Nee, maar zei jij dat niet wel? Nou, nee, maar wij hebben daar dus mensen voor gevraagd die dat willen doen. Die daar staan. Jij bent nog voor de werkverschaffing, hè? Die doen dat elke dag. Zal ik jou filmen, Geer, vanaf hier? Nee, hoor, laat maar, het gaat goed zo. Ik weet precies welke kant ik er goed op sta. Ja, precies. Tot de volgende keer en een fijne week. Groetjes van Geer.